Daar voor ieder van u vandaag zonder de dag van de verrijzenis van de Heer. Wij zijn heel blij om met u ook samen terug te mogen zijn. Voor degenen die vandaag voor de eerste keer beluisteren. Het is ook een heel mooie gelegenheid om in de dag van de Heer tijd te maken, tijd te geven voor het woord van God. En wij raden u aan om met ons te blijven in de maat van uw mogelijkheden. Het is een heel nuttige moment om met elkaar te delen. En wij zijn heel dankbaar aan God voor de parels, de genade die Hij aan ons schenkt, elke dag in zijn woord en vooral in de zonde. Vandaar hebben we een heel mooi traject met het woord van God. Zoals u kan zien, het compendium. Op zondag hebben wij 4 lezingen: eerste lezing, tweede lezing, psalm en het evangelie. En wij gaan meer accent hebben op 2 lezingen, anders wordt dat te lang. Maar ik raad u aan om te bidden tot de Heilige Geest. Hier achter het compendium kunt u vinden gebeden tot de Heilige Geest. En ook om de lezingen, de 4 lezingen, toch proberen lezen. Dat is niet de bedoeling dat je moet met de 4 de Lectio Divina doen. Nee, je mag kiezen. 1 of 2, wat je hart beweegt om dat te doen. Dat is een nodige ervaring. Beginnen op uw gemak, maar altijd blijven doen, blijven proberen te doen. En we gaan lezen de eerste lezing uit het boek van de profeet Jesaja. Gisteren begonnen we spreken over hem. En hier is een van de mooiste passages van dit boek. Volgens mij. Het is een heel mooi passage, heel kort en heel doeltreffend voor de evangelisatie. Het is een passage, een stuk die ons heel veel leert over de evangelisatie. Het vertrouwen in de hoop in de evangelisatie. Laten we deze kleine tekst horen. Het is Jesaja 5 en 15. Het zegt zo. Zo spreekt de Heer. Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen en daar pas terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar vruchten hebben gemaakt, haar vruchtbaar hebben gemaakt en haar met groen hebben bedekt, wanneer zij het zaad aan de zaaier hebben gegeven. En het brood aan wie moet eten. Zo zal het ook gaan met het woord dat komt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug. Het keert pas weer wanneer het mijn wil heeft volbracht en zijn zending heeft vervuld. Dat is een heel mooi tekst die spreekt over deze zekerheid dat het woord van God niet terugkomt een keer dat het komt in ons hart. Dat het niet terugkomt zonder vruchten. Dat het daar aankomt en die groeit, die blijft niet zo vruchteloos. En het is in woord van de profeet Jesaja van een groot troost en aanmoediging, ofwel voor de missionarissen, ofwel voor de ouders en of de opvoeders, de grootouders en alle mensen die betrokken zijn met het opvoeden. Omdat elk raad, elk goed woord, elk poging om iemand beter te leren hoe hij moet omgaan met het leven, met zichzelf, met de wereld, het is een zaad van hoop. Het is nooit, dat komt nooit zonder vrucht. Misschien gaan we nooit zien, maar in de tijd van God en wanneer de harten open staan voor de genade van God, dat brengt vrucht. Dat is een heel mooi woord in deze afsluitende dag met deze meditatie die we hebben ook beleefd in deze richting van de gezinnen om ons aan te moedigen, om te zeggen, nee, elk woord, elke inspanning heeft wel een resultaat, een goed resultaat. En de psalm
Ik raad u aan om het zelf voor u te lezen. Het is de psalm 65. En het is een psalm die vooral het accent legt over de zegen van God. En deze zegen van God bereidt ons harten voor. Het is wat de vergelijkende psalm, de voorbereiding van de aarde, zodat het vrucht kan brengen. Het is ook met onze hart. God schenkt ons zijn zegen om onze harten voor te bereiden, om het goede zaad, de goede zaad te ontvangen in ons hart. Het is het werk van, ook van de Heilige Geest. En daarna de tweede lezing uit de brief van de, aan de Romeinen, hoofdstuk 8. Het is een brief die ook heel veel aan ons kan zeggen over de het lijden en de vrijheid. Laten we het even voorlezen, omdat de brief aan de Romeinen, zoals ik zei al, ook, het is een brief die voor de eerste blik een beetje moeilijk kan blijken. Nou, het is goed dat wij samen lezen en ik ga twee gedachten snel daaruit halen. Dan de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8. Broeders en zusters, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, waarvan ons de openbaring te wachten staat. Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen, want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan. Niet omdat zij het zelf wil, maar door de wil van Hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar zij is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij der verhankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van kinderen van de kinderen Gods. Wij weten immers dat de hele natuur kreunt en barensweend leed, altijd door. En niet alleen zij, ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de Geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. Dan het is een woord die spreekt ook met deze blik naar de toekomst, naar de hemel toe. Maar dat heeft ook heel veel elementen vanuit deze aarde. En daaruit kunnen wij het belangrijkste, het lijden. Het lijden dat wij beleven in onze gezin, in onze gewoon dag. Het is iets van deze aarde. Maar door te verlangen tijdens het lijden naar iets hoger, kan God iets openbaren. En de openbaring van Gods kinderen, dat is de openbaring van deze hoop als christenen. Dat de dood nooit de laatste woord heeft. Dat God ons altijd weer kan doen opstaan. En zo ook kunnen meer vrije mensen worden. En dat is zeker in vrucht van het woord van God, in zaad van het woord van God die werd in ons hart gelegd. Hoe meer wij het woord van God ontvangen in ons hart, hoe meer vrije mensen gaan wij zijn, hoe meer vrije kinderen van God gaan worden. En dat is zo mooi als wij, als missionarissen of als priesters, zusters, pastoraal medewerkers en opvoeders, ouders zien hoe een hart kan zich openstellen en openbloeien met hele mooie vruchten als wij door het woord van God onszelf ontmoeten. En daaruit meer kunnen betekenen voor alle mensen rondom ons. Dat is in Gods hand. En in deze richting van het zaad die werd in ons hart gelegd. En het ontvangen van het zaad, het is de grote rode draad, als we deze vier lezingen nemen, het accent over het ontvangen van het woord van God in ons hart. En door het ontvangen
binnentreden in deze vrijheid, deze glorierijke vrijheid van de kinderen van God en vruchten mogen dragen. Het is een heel mooi rode draad om erbij stil te staan. En het evangelie, het is het evangelie van de parabel van de zaaier. En dat is een heel ook mooi en we koesteren dit evangelie als zaden van het woord, zeker en vast. Maar het is een lang evangelie, dan ga ik u besparen om dat alles te luisteren. Je gaat het zelf voor u lezen, dat zal ook aangenaam zijn. Maar we gaan even hebben over de uitleg van de parabel. Omdat het heeft twee delen. De tekst is de parabel zelf en daarna de uitleg van Jezus aan de leerlingen die nog niet goed hadden begrepen wat de parabel wilde zeggen. En ik ga even alleen deze uitleg, deze laatste versen, het is de vers 19 tot 23, maar je vindt de volledige passage van het evangelie ook bij het compendium en hier. En zo, om daaruit af te sluiten. Ja? Dan vanaf vers 19 zegt dan: heden, luistert naar de gelijkenis van de zaaier. Zo dikwijls iemand het woord van het koninkrijk wel hoort, maar niet begrijpt, komt de boze en rooft weg wat gezaaid ligt in zijn hart. Dat is hij die op de weg gezaaid is. Die op de rotsige plekken werd gezaaid, is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap opneemt. Maar hij heeft geen wortel geschoten. Hij leeft bij het ogenblik. En als hij omwille van het woord onderdrukt of vervolgd wordt, komt hij onmiddellijk ten val. Die gezaaid werd tussen distels, is hij die het woord wel hoort, maar dit woord door de zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom verstikt, en zo blijft het zonder vrucht. Maar die in goede aarde werd gezaaid, is hij die het woord hoort en begrijpt, en daarom vrucht draagt. Bij de een is de opbrengst honderdvoudig, bij een ander zestigvoudig en bij een ander dertigvoudig. Woord van de Heer, wij danken God. Dan, je krijgt de uitleg van de parabel. Als je niet zo vertrouwd is met deze tekst, is het nodig dat je de versen daarvoor leest. Het is een lange passage, maar het is de moeite waard om binnen de context goed te treden. En vanuit deze lezingen daarvoor van de profeet Jesaja en ook van de psalmen en van de Romeinen, dit evangelie sluit af met een heel groot boodschap. Hoe ontvang ik het woord van God? Wij zien de eerste lezing en de tweede lezing dat het ontvangen van het woord van God heel veel vruchten kan brengen. En dat het vrucht brengt als wij echt ontvangen. Het is nooit een hart die een woord van God ontvangt die geen vrucht draagt. Dat bestaat niet. Dat heeft al een kracht in zich die kan vrucht dragen. Maar dat ligt aan ons tegen deze uitdaging. Om onszelf af te vragen, welke zijn de obstakels in mijn leven voor het ontvangen van het woord van God? En achter het ontvangen kan je heel veel dingen bedenken. Hoe luister ik het woord van God? Hoe bereid ik de tijd in mijn dag om het woord van God te beluisteren? Welke zijn mijn prioriteiten in de dag om ook met God wat erbij te zijn. En dat zijn vragen die ons kan heel goed helpen als persoon en als gezin om beter het woord van God in ons hart te ontvangen, elke dag. En ik ben heel blij met de mensen die tijd maken, elke dag,
voor 10 minuten of 20 minuten voor de Lectio Divina. En dat is een heel belangrijk tijd. En dat is niet te kunnen, we kunnen niet uitleggen met woorden de genade, alleen door te beleven. En de mensen die nog die willen en die moeilijkheden soms kunnen hebben door deze video's, dat is de bedoeling, een beetje in rode draad en inleiden geven, zodat je daarna zelf kan bidden met het woord van God. En met deze twee grote hulp heb je één verantwoordelijkheid, één stap nodig. Het is die obstakels weg te nemen van jouw leven en proberen echt deze grond van jouw hart vrij te maken voor het woord van God. Dan vragen wij deze genade aan God dat Hij ons kan helpen om dat te beleven. En om dat elke dag, of ja, regelmatig voor diegenen die niet elke dag kunnen beleven, maar plaats geven voor het woord van God, voor zijn leven, voor zijn gezin. En dat brengt vruchten. En de vruchten van de vrijheid, dat zijn vruchten die heel belangrijk zijn voor ons leven en voor onze gezin. En alleen om af te sluiten en ook wat een laatste inspiratie voor u te geven over deze exhortatie Amoris Laetitia. We hebben de hele week een paar alinea's gelezen of heb ik een paar alinea's aangeraad aan u om te lezen. Je kiest de tijd als je wilt om dat te doen. En vandaar, vanuit de tweede lezing over deze vrijheid van de kinderen van God, spreekt de exhortatie bij deze vier alinea heel mooie boodschappen. Ik ga gewoon de alinea's doorgeven en je zoekt dat op en je leest op uw gemak. De alinea 115 spreekt over deze vrijheid, het vertrouwen en de relatie als gezin. Wat is de band tussen vrijheid en vertrouwen in de context van een gezin? En daarna het alinea 146, die spreekt daarover. Dan de alinea 167 spreekt over de vrijheid en de vruchtbaarheid, het verband tussen de twee. Daarna, alinea 214 spreekt over de band, belangrijke band tussen vrijheid en trouw. Soms breken we onze trouw omdat we zeggen, ja, ik moet vrij zijn. Maar nee, in Gods gedachte, in de plan van God, de vrijheid en trouw zijn diep verbonden. Diep verbonden. En om af te sluiten, de alinea 320. Het spreekt over de innerlijke vrijheid als echtpaar. Dat is een heel mooi alinea, echt waar. En je kan zeggen, ja, zuster, maar je bent een zuster. Jawel, maar ik beleef ook deze relatie met een christelijk bruidegom en deze vrijheid. Die heeft een heel mooi betekenis aan onze relatie van liefde, van trouw, van verbondenheid. Dan, het is een heel mooie week dat wij mogen met u samen beleven. Ik hoop dat voor u ook een verrijkend week kon zijn. Als persoon die zoekt naar het woord van God, maar ook als gezin, als je deze werkelijkheid beleeft. Vanuit deze meditatie in deze richting van de Amoris Laetitia. Het is een poging ook van ons als gemeenschap om iets meer te hebben voor u, voor uw bezieling, voor uw bezinning. En dan groeien meer en meer als gelovigen, als kinderen van God. We wensen u van harte een heel gezegend zondag en week daarop. En deze week, zoals ik zei gisteren, gaan we veel mooie dingen ook ontdekken met de profeet Jesaja. Nou, als je kan erbij zijn, verlies het niet. God zegen en fijn en gezegend zonde voor u en voor uw familie. God zegen.